Stefan, ik kan het... Ja, kan ik het geloven? Ik weet het eigenlijk nog niet. Het is wel... Je hebt het zo verdiend. Dat is het enige wat ik even kan uit kan stamelen. Ja, bedankt. Ja, het is nog steeds heel onwerkelijk. Voor mij ook. Ik zei, de ene moment ben je alleen maar aan het focussen op de race en de dingen die je moet gaan doen. En alleen maar daarmee bezig. En ik ben helemaal niet bezig met van wat als het echt lukt of zo, zeg maar. En dan ineens word je in de hectiek gegooid met interviews in het Engels en Duits die ik ineens ging geven. En, ook Russisch, neem ik aan. Ja, maar die spraken nogal Engels, want Russisch kom ik niet zo heel ver mee. Dus dat, het is gewoon één grote hectiek. En dat ken ik wel natuurlijk al van een wereldkampioen sprint en zo. Maar dit is natuurlijk nog wel een heel stapje gekker gaat dat hier. Maar ja, dat is ook het leuke, dat maakt het ook speciaal. En dat is echt wel heel bijzonder. Nee, maar ik had gewoon mijn schoenen, ik kon niet van het ijs af. Hè. Ik had geen hoesen. Een jak stond van het ijs, dus ik kon niet naar hem toe. Dus hij kwam naar mij toe toen het wel echt zo was. Maar ik kon niet, ik moet zaterdag alweer schaatsen, dus ik kan niet met mijn ijzers eventjes over het beton heen gaan lopen. Maar volgens mij heb ik meteen met jak gevierd. En ondertussen was het wel zenuwslopend om daar te zitten en te staan. Dus ik drentelde me wat heen en weer inderdaad over het ijs. Maar ja, dat is gewoon wachten. En dat duurt best lang dan. Want dat is toch wel 5 ritten keer 3 minuten. Dus dat is gewoon een kwartier of zo. Weet ik veel hoe lang dat duurt. Ja, ik dacht, die gaat op een gegeven moment omvallen. Ja, het was wel behoorlijk inderdaad. Het is heel raar. Heel zenuwslopend. Ik zei de hele tijd, het is wel prettig om vroeg te mogen starten. Dan hoef je nergens druk over te maken. Wat voor tijden er zijn gereden. Maar toen ik het eenmaal gereden had, dan denk je van, laat ik maar de laatste rit gezeten. Dan weet je tenminste meteen. Heb je ouders en je vrouw al gesproken? Ja, nee, Esther die is over de boring geklommen en mijn ouders ook. Dus mijn ouders en Esther die heb ik eventjes omhelst. Maar ja, dan gaat het circus verder en dan ga je weer naar de volgende. En nog een paar mensen van de ploeg. Jan net hier voor het eerst pas gezien. Jan Smeekers, Ronald die stond wel bij de pers al wat verder in de gang. Dus die heb ik al wat eerder gezien. Maar ja, dat is ook gewoon leuk om die mensen allemaal tegen te komen. Alleen het zijn er zoveel en je wil eigenlijk iedereen bedanken en iedereen omhelzen. En iedereen, je mag me dadelijk omhelzen hoor. Ja, dat hebben we net al gedaan, maar ik wil het nog wel een keer doen. Ik omhelz iedereen vandaag als het moet. Nou ja, het is toch geweldig dat kan en dat iedereen zo meeleeft. Jij moet nog een afstandje rijden, de 1500 meter. Ja. Oh ja, Koreanen. Ik wil een foto maken. Q-Yugli. Ja, Q-Yugli is niet zomaar een Koreaan. Q-Yugli. Ik ga een foto maken. Ik moet even filmen. Voor Omroep Gelderland. Q-Yugli. Drievoudig wereldkampioen sprint. Viervoudig wereldkampioen. Die speelt nu met Stefan Groothuis op de foto. Dat is toch ook... Dit is een ultiem moment. Dat de zoon... Nou, dan moet ik nog een foto, want ze willen zekerheid hebben. Dat de zoon... de zoon, dan kom ik daar naar bij. Deze man, legendarisch, die wil met jou op de foto. En die onderbreekt gewoon het interview. Ja, mooi toch? Ja, lachen toch? Ja, dat is, Can I come and drink a beer in the Heineken House? Yeah, I'm good. You do? Heineken House, in Heineken House, right? You know, drink a beer. Yeah. Free beer, all night long. En ja, dat je kampioen bent, beseffen het dus nog niet echt. Maar zoveel moeite voor gedaan. Ja, we hebben er aardig wat moeite voor gedaan. Ik niet alleen natuurlijk. Het hele team is... We hebben natuurlijk met het hele team hard gewerkt. De hele begeleidingsstaf, Jack, andere trainers, Sikko, Bjarne. Alle fysio's. Iedereen heeft kaart meegewerkt en de ploeggenoten ook. Ook de jongens die hier zijn en de jongens die thuis zijn. Ja, dan vergeten we nog even alle tegenslag die je onderweg hebt gehad de afgelopen 8 jaar. Ja, dat was niet allemaal van een leien dakje altijd. Maar ja, goed, iedere sporter die komt een hoop shit tegen in zijn carrière. En iedereen komt op zijn moment tegen. Dus daar wil ik best over hebben. Maar nu ben ik even liever hier de boel even aan het vieren. Precies. En als je thuis komt, dan zijn er twee van die mannetjes. En die hebben een vader, die heeft een gouden medaille. En dan gaan ze later snappen hoe mooi dat was. Ja, nee, zeker. Ja, dat is geweldig, toch? Dat ik dat straks... Daar kijk ik ook zeker naar uit. Omdat thuis met mijn zoontjes en met de familie en de buurt, dorp Voorst, te gaan vieren. Ja, sinds ik je ken als schaatser, ik heb je denk ik 12 jaar van de BMW mee mogen maken. Ik vond 12 mooie jaren met dit als bekroning. Ik voel het ook een beetje zo. Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zo zegt. En dat doe ik zeker ook.